Fotografie is voor mij een uitlaatklep. Ik heb daar ontzettend veel troost aan en daarom fotografeer ik, want één foto zegt meer dan 1000 woorden. Ik ben vrij plotseling mijn man verloren, heel onverwachts en ook op het meest bizarre moment, want ik lag op mijn kraambed van ons tweede kindje. Dat was 5 dagen oud. Er is één foto van Paul en de jongens en dat is alles wat ik heb als stukje troost van mijn gezin. En daaruit is mijn passie ontstaan om voor andere mensen een herinnering vast te leggen, waar het nog kan. Wat ik als fotograaf doe, is het vastleggen van een kwetsbaar moment. En daar heerst nog een ontzettende taboe op. Mensen vinden het raar om een camera te zien bij een afscheid, maar niet bij een bruiloft. En een bruiloft kijk je graag terug, maar een uitvaart is net zo waardevol om die emotie nog een keer te beleven, zeker bij de verwerking. Astrid heeft foto's gemaakt tijdens het afscheid van mijn vrouw, die vorig jaar overleden is. Dat was heel bijzonder. Astrid heeft een fotoboek gemaakt waarin ik nu terugzie hoe het afscheid destijds was. Het is heel kostbaar om een dag waar je zelf in een soort roes bent, die ook erg aan je voorbij gaat als je niet oppast, om die zo terug te kunnen pakken in de dagen daarna. Ik zal wat foto's laten zien die me heel dierbaar zijn. Een van de mooiste foto's die Astrid heeft gemaakt, die komt hier. Dat is een foto waar ik, ook al begraaf ik mijn vrouw, of misschien daarom wel, zit ik tussen mijn liefste vrienden, mijn mannenvrienden die me vasthouden. En waar je, ja, een mooiere sfeer kun je niet in een foto krijgen. Een andere prachtige foto is waar de foto van Maria op de kist staat en waar de vrienden de handen op de kist hebben gelegd en zo Maria vasthouden voor een laatste keer. Ja. Zo'n dag wil je nog 1000 keer herbeleven. Erbij zijn. Hoe was het ook alweer? Het is het laatste stukje wat je hebt van degene die overleden is, van mijn vrouw. En dan, ja, die dag gaat voorbij, maar dat boek, dat blijft. Op het moment dat ik bij mensen kom die op het kwetsbaarste moment in hun leven zijn, moet ik de rust geven, moet ik rustig aanwezig blijven. En het belangrijkste is dat ik onzichtbaar aanwezig ben. Dus ik hou me op de achtergrond, ik zoek subtiele plekken op waar ik toch het overzicht heb. Hou rekening met mijn kleding, hou rekening met mijn camera dat de pieper niet aanstaat. Ik ben onzichtbaar aanwezig en dat is wat ik ook regelmatig te horen krijg en dan weet ik dat ik het goed gedaan heb. Ik wil ontzettend veel mensen troost kunnen bieden met Troostbeeld. Ik wil dat het over een jaar gewoon heel normaal is dat je bij een afscheid een fotoreportage hebt. Dat je na het afscheid niet alleen een wit prentje hebt, maar ook een prachtig fotoalbum. Dit is het meest dankbare beroep wat ik me maar voor kan stellen. Het geeft zoveel voldoening en het feit dat je door te werken vanuit je hart, met je hele ziel, mensen ontzettend veel kan bieden en kan helpen en kan troosten. Het is gewoon ontzettend mooi om te doen. Ik wil echt niet meer terug naar een kantoorbaan.